Uus paken, die wie ik scootjeskipper. Ze veren mijn vracht en ze libben van de wien. En als er geen wien wie, dan lutsen ze het schip. Het wie dus heel hard werken voor die man en vrouwen. Wij zien er nou ik op een scootje, maar dan in een wedstrijd. Uus paken, daar ben ik grutskop. Hij zielt altijd mooi is mij. Witte Jim, hoe een scootje eruit zocht. Ze had mooie groene vormen. Ja, dat zeker, maar laten we beginnen bij de bouw. Want het is natuurlijk net samen een schip. Nee jong, het is een scootje. We staan hier op een scootje. En een scootje is een Fries vrachtschip. Ze zijn meer dan 100 jaar lang gebouwd om alle vracht te vervoeren die er in Friesland wie. Je appels en bieten en turf. En Friesland wie een wetterland. Wie in alle plassen en vaarten en meren en kanalen. En er wie geen wegen, er wie een waterwegen. En er wien geen auto's, er wien schippen. En die scootjes zijn speciaal maken voor Friesland. Ze zijn net te lang, of passen net in de sloes. Ze zijn net te breed, of kennen ze net door die smelle brechtjes. Ze zijn net te heeg, maar ze zijn heel smel roefkekoens onder de lege brechtjes toch. En die hele lange mast, die kan plat op het schip. En er zit een grutzeil op, maar dan kunnen ze een soort wien vangen en dan kunnen ze snel zielen. En het Sint-Wurg ben die scootjes wedstrijdskippen. Maar van vroeger ben het echt vrachtskippen. Scootjes wie een jetties, eind 1800, alger nog van hout. Maar met de industriële revolutie kwam er ijzer. En toen had ze ijzeren schippen gebouwd, handelend in ijzer, maar nog denkend in hout. Dus een scootje had ik nog die roene vormen van een houten schip. En ze timmerden met ijzeren klinknagels een schip om elkaar. Twee stukken ijzer, die kan je om elkaar maken met klinknagels. En die klinknagels die kan je zien. Dus een pin erin, een oorkant en een goed hiet en een slaan en dan kniept het bij elkaar. Maar meer dan 1000 klinknagels een heel schip in elkaar klinken. Wat een werk. De mast moet ik maken worden. En dat door de mastmaker. Uit een beam, helemaal vanuit het vouwenkant en dan roen en in de top op een punt. De touwslager, die moest de touwen maken. En dat moest ik helemaal draaid worden. Maar de blokken, die moet ik maken worden. En dan kunnen we in het scootsmuseum ik nog zien hoe ze die blokken maken. Want dat wordt weer smijt door de smid. Dus dan heb je de blokmaker, de touwslager, de mastmaker. En het zeil moet ik maken worden. Oors kan het schip net zielen. Dus aan boord van zo'n scootje leefde een heel gezin. En die ben, maar 8 jaar, soms gingen ze van boord. En dan mochten ze naar het schippersinternaat. Of bij een omkend tante in de kast. Want dan moesten ze echt ons kwallen. En het schip vaarde weer fut. Maar hij te mem. Maar wie in ze 11 of 12 jaar, dan weer aan boord en helpen. Want er weer altijd verlet van arbeidskrachten aan boord. En diezelfde schippen, die scootjes van 100 jaar lien, die dogen nou mij om de wedstrijden. Bij de SKS en bij de IFKS. Viertje bij de SKS, die varen voor Drachten en Ljouwert en Snits, de bekende schippen. Maar de IFKS, daar zijn er al meer dan 60, 64. En die varen in vijfde klassen. Dus er wordt heel wat zield in Friesland. Maar die oude schippen van meer dan 100 jaar oud.